Ik heb Kees nooit echt goed met Kees gesproken. Ik ken Kees wel, alleen vanuit de verte. En ik heb er geen behoefte aan om Kees te ontmoeten. En ik heb er ook geen behoefte aan om mevrouw Blok te ontmoeten. Ik wil ze. Ik ben niet ervoor om met die mensen kennis te maken. Ik piek het er niet over. De manier waarop ze mijn man te grazen hebben genomen. De manier waarop ze inbreuk hebben gemaakt op ons gezamenlijk leven. En wat ze nog steeds willen beheersen, want dat komt alleen maar daar vandaan. De leugens die ze bij iedereen debiteren. Overal moeten ze wat krijgen. Zelf doen ze niks. Kees zegt dat ook. He, Kees is de kunstenaar. Hij doet zelf niks, maar hij bedenkt het alleen maar. Iedereen moet ze aan dingen helpen, maar het geld moet altijd ergens anders vandaan komen. Zelf hebben ze nog nooit een stuiver verdiend, maar ze hebben wel de wegen gevonden om te profiteren. Het zijn alleen maar profiteurs. Kees maakt toch wel dingen? Maken? Een kankerservies en daarmee iedereen op het hart trappen? Kees heeft nog nooit echt met die ziekte te maken gehad, anders dan deed hij wel anders. Kees weet geen eens waar hij over praat. Kees raaskalt. En mevrouw Blok die heeft alleen maar de liefde van Kees tot zich genomen. Ingekapseld en egoïstisch voor zichzelf gehouden. Mevrouw Blok is geen goede moeder. Kinderen hoor je op te voeden tot zelfstandigheid. Zij heeft Kees aan haar rokken gebonden. Dat is het enige wat ze wilde. Mevrouw Blok was geen goede moeder. Is nooit geweest.